En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe goodiebox. Een hele mooie. Dit is de November goodiebox. Wat is de goodiebox voor de mensen die het niet weten? Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo'n box krijgt ter waarde van minimaal 80 euro voor slechts 25 euro in de maand met 5 tot 7 beauty producten. En het kan echt van alles zijn. Het is wel altijd beauty. Dus make-up, vooral skincare, accessoires. Echt gewoon van alles. En ik vind het super, want het is gewoon elke keer weer een cadeautje voor mezelf. Ik ontvang hem gewoon in PR. Dus dat is heel fijn. Want dan kan ik hem hier gewoon gelijk unboxen samen met jullie. En wat ik gewoon gelijk kan aanbrengen, breng ik ook gelijk aan. Het is niet gewoon een unboxing en klaar. Ik vind het ook altijd leuk om het ook echt te gaan gebruiken. En om echt te laten weten wat ik van alle producten vind. Als je al bent geabonneerd en je hem al hebt, dan kunnen we samen unboxen. Als je hem nog niet hebt en je wilt graag abonneren, dat kan beneden in de beschrijving staat een linkje. En als je erop klikt, kun je gewoon makkelijk abonneren. En het is maandelijks opzeg. Dus als je het gewoon niks vindt, dan is het gewoon makkelijk op te zeggen. Maar voor slechts 25 euro zou ik het zeker proberen. Als je benieuwd bent wat in de andere boxen zat, die staan ook allemaal al op mijn kanaal. Dus laten we niet te veel tijd verspillen. Laten we gewoon beginnen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik zal even eerst vertellen wat ik op mijn lippen heb. Een hele mooie nude lip combo. Sweet Tea Lip Pot. Een leutje van Morphe, like always. En deze matte lipstick van Huda Beauty in de kleur Staycation. Is een hele mooie lichte nude kleur. Dit is echt mijn favorite nude lip combo. Oké, jongens, ik moet zeggen, de box van November is extra mooi. Hij is heel leuk gedaan. Hier staat ze op November in van die herfstachtige texture. Echt heel herfstachtig allemaal. I love it. Jullie weten, ik hou van de herfstkleuren. En dan als je hem openmaakt, zit hier alles in. Ik heb hem al helemaal opengemaakt en alles eruit gehaald. Dus mijne is nou een beetje een bende. Normaal krijg je er een klein boekje bij met alle producten die erin zitten. De prijs en wat allemaal is. Dit keer is het online. Jullie weten, ik ben daar niet zo'n fan van. Ik hou gewoon van het boekje, het fysieke boekje, dat ik gewoon gelijk zie wat het is, de prijs, et cetera. Maar nu moet je het dus online vinden. Ze hebben wel dit erbij gezet, dus als je gewoon de QR hier scant, dan kom je gewoon gelijk op de website waar alles staat. Dus daar ben ik al heen gegaan, dus ik heb alle informatie hier. We krijgen deze maand 3, 4, 5 producten. Ik ga beginnen met iets voor het gezicht. Van Yorgobae heb ik de AHA Peeling Gel. Winkelwaarde is 24 euro. Dit is een vers van de pers nieuw product van Yorgobae. En het is dus een gezichtspeeling. En dat vind ik altijd heel erg fijn. Een scrub kan af en toe iets te ruw zijn, iets te agressief zijn. En daarom vind ik zoiets echt veel fijner. Want het doet wat een scrub ook doet, zonder echt je huid te beschadigen. En ik weet dat heel veel van ons heel hard scrubben, inclusief ik. Dus af en toe is zoiets echt fijner. Ik gebruik er nou ook zo eentje van Essence. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb vaker dit merk geprobeerd. En ze hebben echt hele fijne producten, vooral voor het gezicht. Er zit glycolzuur en betaïne in. En dat verwijdert dode huidcellen. En het laat een hele mooie glans achter op je gezicht. Dan heb je zo'n mooie glowy stralende huid. En daar hou ik van. Deze ga ik zo meteen gelijk proberen als ik mijn make-up eraf heb gehaald. Oké, jongens, ik sta in mijn badkamer. Ik heb mijn hele make-up eraf gehaald. Ik ga nou even deze peeling gel gebruiken. Even kijken hoe ik hem moet gebruiken. Je moet hem 2 tot 3 keer per week gebruiken voordat je gaat slapen. Je hoeft hem er niet af te wassen. Dat is wel apart. Dat moet meestal wel. En dan moet je hem gewoon de hele nacht oplaten. Als je nog naar buiten gaat nadat je hem op hebt gedaan, moet je wel echt een SPF opdoen om je gezicht te beschermen. Oké, nou laten we het gewoon proberen. Als het goed is, hoef je dan hierna ook geen crème of zo aan te brengen. Oh, het is echt doorzichtig. Wat apart. Je moet een dun laagje aanbrengen, staat er. Oh, ik heb iets op mijn lip. Dus ik breng niet te veel aan. Het voelt zo raar. Het voelt als een gel of zo. Oké, nou, dit ga ik dan gewoon zo opladen. Ik vind het zo raar dat ik het er niet hoef af te wassen. Oké, nou, ik laat het gewoon intrekken en dan zie ik jullie weer in de ochtend. Oké, jongens, de peel is helemaal ingetrokken, maar mijn huid voelt heel plakkerig en strak aan. En aangezien ik ook een SPF mag opdoen als ik hem overdag had gedaan, ga ik toch gewoon mijn nachtcreme aanbrengen. Misschien moet dat ook gewoon, maar ja, dat staat er niet bij, maar dat ga ik gewoon wel doen. The next day. Oké, jongens, het is ochtend. Ik zie niet echt verschil in mijn huid. Misschien dat het een tikkietje meer straalt, meer glanst, zeg maar, of zo. But I'm not sure. Ik denk sowieso dat dit wel iets is wat ik echt vaker moet gebruiken om echt het effect te zien. Maar ja, op zich
Het is gewoon oké. Next up is make-up. Ik heb van Manna Kadar Beauty de Lash Primer. Winkelwaarde is €16,50. Ook dit is weer full size. Bij elke box krijg je altijd minimaal 2 full size producten. En dit is een mascara primer. Ik vind die altijd heel fijn, want ik heb hele crappy wimpers. Dus ik gebruik heel vaak zoiets om wat meer volume te creëren. En vooral op de onderste wimpers. Dat heb ik vandaag ook gedaan, want ik heb hem al gebruikt vandaag. Dit is dan hoe die eruit ziet. Zo'n grote zwarte verpakking. En hij is echt super groot. Kijk even dit. Naar mijn mening is dit echt te groot. Die ik altijd gebruik is van L'Oreal. Kijk even het verschil. Deze is echt zo groot. Kijk even dit verschil. Ja. Zoals ik al zei, ik heb hem dus vandaag al gebruikt. Ik heb hem gebruikt voor de onderste wimpers. En ik moet zeggen, ik vind hem niet zo fijn. Zoals ik al net zei, hij is gewoon echt te groot. En daar ben ik gewoon geen fan van. En hij droogt niet doorzichtig op. Het is de bedoeling dat hij in het begin wit is. En dan moet je even wachten. En dan gaat die witte kleur helemaal weg. En dan breng je gewoon je normale mascara eroverheen aan. Nou, ik was aan het wachten. Het bleef maar wit. Toen heb ik maar gewoon mijn normale aangebracht. En het ging hier helemaal smudgen. Zoals je kunt zien, is het hier zo onder helemaal gesmudged. Het is helemaal zo zwart geworden. Het bleef ook gewoon wit. Dus ik moest echt ingaan met iets zwarts. Om het witte weer zwart te maken. Dus dit is echt een bende. Ik vind hem echt absoluut niet fijn. Het volgende is weer make-up. Van Sandstone Scandinavia heb ik hier de Intense Care Lipstick. Winkelwaarde is €24. Een lipstick dat maakt me enthousiast. Ik ben echt een lipstick fanaat. En het is ook weer full size. De verpakking is niet echt om over naar huis te schrijven. Het is gewoon een hele simpele zwarte verpakking. Maar ik moet zeggen, ik vind de kleur wel heel mooi. Een hele beetje mooie nude kleur, roze nude in de kleur Soft Touch. Ik ga ervan uit dat gewoon iedereen één kleur heeft ontvangen. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Dit zou echt heel mooi matchen met mijn ogen vandaag. Ik ga hem ook gewoon gelijk opdoen. Oké, mooie lichtroze kleur. Hij ruikt niet zo lekker en hij heeft ook niet heel veel pigment. Ik vind het een beetje een soort van balmpje. Een lipstick met niet al te veel pigment, maar dat maakt het niet per se slecht of zo, maar is wel gewoon, ja, is wel gewoon een ander soort lipstick. Ik vind hem wel heel mooi. Hij is een tikkie te licht voor mij. Ik moet wel echt ingaan met een lippotloodje. Dus dat ga ik eventjes doen. Deze is van MAC in de kleur Soar. Dan ga ik er even zo omheen. Zo, dit is iets beter. Ik moet wel zeggen, hij voelt echt heerlijk aan. Het voelt echt gewoon aan als een lipbalmpje. Zit echt heel fijn op de lippen. Ook heel fijn om te gebruiken met een meer naturel lookje. Maar ik vind hem zo hierbij ook heel mooi staan. Ik vind het echt prachtig. I like it. Hier ben ik heel blij mee. Nou hebben we iets voor de voeten. Van Evoluderm heb ik de Nourishing Foot Cream. Winkelwaarde is €6 voor 125 ml. En wij ontvangen 75 ml ter waarde van €4,50. Nou, super betaalbaar. Ik vind ook dat we heel veel verschillende producten hebben ontvangen. Dat vind ik heel fijn. Dan heb je lekker veel om te proberen. Ik hou van een voetcreme. Ik gebruik elke dag... Nee, ik lieg. Ik gebruik niet elke dag. Ik gebruik ongeveer 2 keer per week een voetcreme in de nacht. Dan hou ik hem gewoon lekker de hele nacht op. Dus hier ben ik heel blij mee. Zal ik hem gewoon gelijk op doen? Er zit ook shea butter in. En dat is echt intense hydratatie voor de voeten. I love it. En je kunt hem voor de full effect ook 's nachts opdoen. En dan gewoon de hele nacht laten intrekken. Wat ik nou sowieso al doe met de voetcreme die ik heb. Even kijken. Ik ga hem gewoon eventjes kijken. Oh wacht. Volgens mij moet je hem eerst openmaken. Ja. Oké, het is gewoon zo wittig. Hij ruikt heerlijk. Hij ruikt veel lekkerder dan de voetcreme die ik nu gebruik. Wauw, ik ga hem gewoon gelijk eventjes aanbrengen. Nou jongens, ik moet zeggen, hij voelt echt heerlijk aan. I love it. Je moet het vooral hier zo op de hielen aanbrengen, want daar is het altijd best wel droog. Het ruikt zo lekker. I love it. Jongens, hij voelt echt heerlijk aan. Hij is echt veel beter dan die voetcreme die ik nu gebruik. Hij ruikt lekkerder. Hij voelt het dikker aan. Ik ben echt helemaal enthousiast hierover. En dan als laatste hebben we nagellak. Van Munte of zoiets hebben we hier de Nail Polish. Winkelwaarde €13. En ook weer full size. Volgens mij is vandaag gewoon alles... Nee, niet alles is full size. Deze voetcreme niet, maar hij is wel heel groot. Maar voor de rest alles full size vandaag. Echt een prachtige burgundy bruine kleur. Ik gebruik helaas geen nagellak, want ik heb acryl nagels en ik laat ze gewoon elke 3 weken doen. Maar dit is echt een kleur voor mijn moeder. Zij gaat dit echt fantastisch vinden. Dus deze pas ik gelijk door naar haar. En dat was het. Hij is helemaal leeg. Nou, wat ik altijd doe is dat ik alle prijzen bij elkaar optel en dan kunnen we zien hoeveel geld we hebben bespaard. Ik moet wel opschieten, want mijn laptop heeft nog maar 7% batterij. We gaan achteruit werken. Dus ik begin met deze nagellak. Die is €13. Dan deze voetcreme. Wij hebben 75 ml ter waarde van €4,50. Dan deze supermooie lipstick. Winkelwaarde €24. De mascara primer full size €16,50. Peeling gel kost €24.
En dan komen we uit op een bedrag van 82 euro. Jullie hebben 25 euro betaald, dus dan heb je 57 euro bespaard. Dit is wel een van de boxen die qua waarde het minste is. Maar ik vind de producten wel heel leuk. Leuker dan menig andere boxen. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was de echt wel leuke novemberbox. Als je dus wilt abonneren, klik op de link beneden in de beschrijving. Dit waren echt leuke producten. Eentje was niet zo fijn, de mascara primer. Maar al met al vind ik het wel hele leuke producten. En als je iets niet wilt gebruiken, gewoon niet hoeft of whatever, dan is het ook heel leuk als een cadeautje voor iemand anders. Let me know wat jij ervan vond beneden in de reacties. En ik hoop dat ik jullie zoals altijd weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!